Portier. Ja. Jullie speelden eigenlijk voor de Des Keizers baard tegen alles voor. Ja, de wedstrijd ging nergens meer om natuurlijk. Maar we wilden wel een wedstrijd ervan maken om te laten zien dat we wel weerstand kunnen bieden tegen de koploper. En dat is wel redelijk gelukt. Zelf afkomstig uit Aruba, daar gevoetbald? Nee, ik heb een hierop geleid in Nederland. Ik ben met mijn tiende hier naartoe gekomen. Okay. En gevoetbald bij de Rijp, heb ik begrepen? Ja, bij de Rijp en bij DWS Amsterdam en bij VVA Sparta in Amsterdam. En toen ben je trainer geworden en ook bij de Rijp als eerste trainer of nog bij een andere vereniging? Nee, ik ben ook bij de Rijp begonnen in de jeugd en dan ben ik doorgegroeid via SSV Stompetoren. Ben ik eigenlijk, is mijn trainingscarrière eigenlijk een beetje begonnen. Dat is in 2010 geweest. In 2011 zijn ze gepromoveerd van de toenertijd zesde klasse naar de vijfde klasse. Toen heb ik een sprong gemaakt naar SSV 27. Ik speelde toen tweede klasse. En van daaruit ben ik eigenlijk gaan ontwikkelen. Alkmaarse Boys, Apollo, VW Beemster en uiteindelijk hier beland. Ik heb nog een jaartje de dames Reigerboys gedaan, hoofdklasse. En eigenlijk dat was voor Howard, zeg maar. En toen bij Howard gevraagd. Okay, Howard 65. Als vandaag 8-0 was geweest voor Amersfoort, was het ook niet vreemd geweest, hè? Nee, dat denk ik niet. Nee, in principe had het wel natuurlijk, als je zo'n ploeg speelt, dan zou je het wel verschil moeten maken, vind ik. Dan moet je eigenlijk de eerste helft al 4-0 voorstaan en in de tweede helft moet je hem nog afmaken. Eerst de bal tegen de lat en toen werd het 1-0. Het was voor jullie al een beetje bekeken zaak? Nee, we wisten wel het, we wilden nog wel een doelpunt eigenlijk tegenmaken, het 1-1 zeg maar. Maar ik vond niet dat het vandaag echt de kansen goed gecreëerde nog. We kwamen tot het middenveld, een beetje tot de spits en daar hield het eigenlijk al een beetje op. Tweede helft, liepen jullie een beetje achter de feiten aan. Je wisselde ook wat spelers. Waren er spelers onder de 23? Ja, er waren nu in het veld onder drie spelers van onder, eigenlijk onder 20 zelfs. Ja, ja, dat zijn ook spelers voor volgend jaar en die wil ik alvast inzetten. Amersfoort heeft meer leden als inwoners bij Howard. Ja, dat klopt helemaal, ja. 1500 leden, hè? En wij hebben 1500 inwoners. Dus ja, je mag het verschil wel maken, ja, vind ik, ja. Dat klopt. Maar dat zag je niet helemaal naar uit vandaag. Dus, nee. Maar we hebben ook wel natuurlijk een goede as staan vandaag. Dus daar kon je ook, daar had ik al verwacht dat ze gingen werken. En de mouwen gingen opstropen om er wel wat van te maken. Flevo kampioen met 5-1, misschien wel wat meer gewonnen van Dynamo. Ja. En gaat nu naar de tweede klasse. Maar hadden jullie dat ook gewild? Nee hoor, ik denk niet dat je dat wil. Als je weet wat het in de tweede klasse voetbalt, dan moet je echt een vereniging hebben met een jeugdronder die op hoog niveau speelt. Dat je dat door kan. Je hebt breedte nodig. En als je alleen maar met spelers haalt die je van buiten haalt, ja, dan moet je afvragen wat je daarin zoekt. Het is leuk voor het feestje. Maar ja, als je daarna weer een jaar daarna degradeert, ja, het is een visie. Ik ben er niet van. Ik heb liever dat je structuur hebt, dat je goede lichtingen eronder hebt en dat je gewoon tweede klas kan blijven. Het moet een doelstelling zijn. Ja, ik gun het een feestje, want ze hebben een goed team. Dus, eigenlijk een beetje toch een feestje voor West-Friesland. Ja. Want Patrick de Vries komt uit Enkhuizen, de inspecteur van politie in Amsterdam. Maar ja, hij heeft het toch wel mooi voor elkaar met die 0-0 tegen Amersfoort. Ja, dat heb je zeker voor elkaar. Maar het is een goed team, Flevo. Het is niet te onderschatten hoor. Het is een goede spits, goed middenveld. Dus ja, ik vond het een van de betere teams in deze klasse. En Amersfoort? Die vind ik al jaren is het een beetje hetzelfde. Hè? Dus Amersfoort, sinds ik Amersfoort ken, is het bovenin bungelen. Ze willen van alles, maar ze redden het net niet op het einde. Dus gewoon het probleem van de club. Ik denk dat het een probleem is ook die in de A-lagen een beetje zit. De jeugd, goede jeugd, spelen ook hoog. Alleen bovenin worden de keuzes, er moeten keuzes gemaakt worden. En hoe maak je die keuze? Welke spelers, doe je spelers van de club? Of ga je je spelers halen, waardoor je dus niet een team hebt, maar een soort zeg maar losstand hebt en allemaal individueel. Dus dat is een keuze die ze moeten maken eens een keertje. Want de jeugd lukte ze wel, maar in de senioren niet. En ze hebben een probleem dat natuurlijk een zaterdagtak. Ja, die komt ook opzetten. Dat is gewoon een goed voetballend team. Scheidsrechter loopt net voorbij. Uitstekende wedstrijd gefloten, hè? Ja, zeker. Dus dat wou ik net zeggen. Compliment aan de scheidsrechter. Oké. Okay. In ieder geval terug naar de vierde klas. Terug naar de vierde klas. Ja.
Jaren, Howard heeft jaren gewoon boven zijn stand geleefd en met een goed team. Maar ja, iedereen wordt ouder en je moet gaan verjongen. Je weet dat het er een keer aankomt. En het, helaas valt het onder mijn hoede nu. Maar we moeten door en ik denk dat daarin met de jongere team het ook weer opbouwen wordt. Leuke derby's waarschijnlijk. Dat vond ik allemaal belangrijk. Ja, voor de omzet van de kantine is het gewoon hartstikke goed. De kantines hebben het al zwaar te verduren gehad. Dus ja, dit is wel prima. Vind ik wel leuk, ja.